Richard, opnieuw een oefenwedstrijd gewonnen hier op Berchem. Wat leren we uit die oefenwedstrijden? Nou, wat leren we? Als ik kijk naar de eerste twee, dan was het heel rommelig. Maar dat komt ook, want je speelt natuurlijk met twee helften, twee verschillende teams. Je hebt wel gezien dat we elke keer de eerste helft spelen met toch wat we denken een beetje de kern zal gaan worden. Nou, vandaag hebben we ook met de kern lang gespeeld. Hè. 75 minuten hebben de meeste gevoetbald. Een paar jongens die net terugkomen van blessure of nieuw zijn, die laten we een helftje spelen. Ja, je ziet wel dat er wat lijntjes gaan komen. Begin zag je weer even dat het wat moeilijker ging. Hè. Het was stroef, het veld was droog, dus de pasing ging niet lekker. Achterin nog een beetje communicatie tussen Jonas en Papé. Ja, is logisch. Moet nog een beetje wennen aan elkaar. Maar ja, ik hoor ook van iedereen, we hebben pas twee spelers die vorig jaar veel hier hebben gespeeld. De rest is allemaal nieuw. Je kan niet verwachten na vier wedstrijden dat het helemaal loopt. Ik ben heel tevreden over XI, want in de tweede helft vraag ik iets en dan zie ik dat het uitgevoerd wordt. Dus ze pakken het wel snel op en ze zijn heel bereid. Nou, en ik kijk ook naar wat we weggeven in zo'n wedstrijd. We geven één kans weg de eerste helft aan de zijkant en dat kan een goal worden. De tweede helft krijgen we een penalty tegen, zeg ik, ja oké, vond ik niet, maar oké, kan gebeuren. Voor de rest geef je niks weg. En dan kijk ik alleen maar naar hoe we spelen. We proberen te voetballen. We willen voetballen. Positiespel, paas, trappen doen we ook elke training. En dat komt langzaam. Dat komt langzaam. Dus uiteindelijk denk ik, goede match voor ons. Positief. En de jongens waren ook tevreden. Je voelt dat jongens eigenlijk graag liever 80, 90 minuten willen spelen. Alleen dat doen we nog even niet. Want anders dan krijgen we blessures. Je zei zelf, een aantal nieuwere spelers, een aantal oude garden zullen we noemen. Is de juiste balans al gevonden of is er nog werk aan de winkel? Nou, de balans hebben we wel gezocht natuurlijk, hè, met de Dekker en met Jonas erbij. Ik kan ook vertellen dat er nog een nieuwe speler op komst is. Ook een speler die wij zeer goed kunnen gebruiken. En uiteindelijk moeten we hiermee een beetje proberen te gaan vormen. We hebben natuurlijk aan de zijkant Jannes, een hele jongen. We hebben aan de rechterkant David nu erbij, een hele jonge jongen. Dus die moeten gestuurd worden door die ouderen. Maar het geraamte, de as, die is redelijk ervaren en daar gaat het om in de voetbal. En als die jongens, die andere jonge jongens op sleeptouw mee kunnen nemen, denk ik dat het nog een heel leuk jaartje kan worden. Jijzelf, je bent er nu een drietal weken, dacht ik. Ik denk een hele nieuwe beleving. Supporters heel dicht bij de spelers, heel dicht bij de staf. Hoe komt dat aan bij jullie? Dat is toch een verandering, neem ik aan? Een hele aanpassing? Nou, ik vind het niet zo erg. Ik vind het juist leuk. Ik heb daar niet zoveel last van of wat dan ook. Ik vind het juist mooi. Ik bedoel, ik heb liever supporters die heel betrokken zijn bij een club dan dat ze op afstand en alleen maar klagen en doen. Deze mensen houden van dat ze resultaten krijgen, dat ze mensen zien werken op het veld. Ja, dat willen wij ook zien. Alleen het liefst ook gepaard met mooi voetbal. Dus supporters, nou, ik vind het geweldig. Geniet ervan. Nu, de echte testen komen er nu aan. Leuven, Nottingham. Zijn we er al klaar voor, denk je? Nou, weet je wat het belangrijkste is? Dat we aan het einde van het jaar klaar zijn dat we play-offs of kampioen zijn geworden. Ik vind de voorbereiding, het is mooi dat je alles wint, dat je nog steeds ongeslagen bent, maar het is niet het belangrijkste. Het gaat straks om die competitie, punten halen, meedoen bovenin en kijken waar we eindigen. Ik denk dat we het allemaal mee eens zijn. Dank je, Richard.